Dag allemaal, ik ben non-verbaal en ik wil graag de directeuren een hart onder de riem steken die dit jaar weer gaan spreken op de nieuwjaarsreceptie of andere gelegenheid. En terwijl zij vol vuur de bedrijfsmissie verdedigen, wat zo belangrijk is in deze tijden, zet een gemiddelde werknemer zich verveeld af te vragen of er dit jaar weer van die lekkere lumpiaatjes zullen zijn. Hij gaat dus 3 keer, verlangt hevig naar een biertje en speelt een spelletje Wordfeud. Nou, voor de directeuren die hun verbale palen niet langer voor bierzuipende zwijnen willen werpen, is er nu een alternatief. De dialoog. Een boeiend tweegesprek tussen de CEO en mijn persoontje, waar ook het publiek nauw bij betrokken wordt. En zo zit straks iedereen op het puntje van de stoel, eensgezind om straks stormwaardig door de eurocrisis heen te kunnen varen. En onderweg ook nog een beetje te kunnen genieten. Want een crisis is namelijk ook een cadeautje. Als er minder geld is, gaan we vanzelf zoeken naar dingen waar het werkelijk om gaat in het leven. En die zijn niet voor niets vaak gratis. Want ja, oh ja, net als job enhancement, hè? Met andere woorden, het op niet-financiële wijze tegemoetkomen aan de wensen van de werknemers. Ja, want ik ben heus niet tegen Wordfeud, hè? Trouwens de beste apps, die zijn ook vaak gratis. Nee, dat zou hypocriet zijn, want ik ben zelf ook een verwoed speler. Een speler die niet alleen voor de winst gaat, maar veel genoegen schept in het leggen van mooie woorden, zoals deze. Kijk, prettige kerstdagen, gelukkig nieuwjaar. En het is zo gelegd dat beide spelers kansen maken om te scoren, waardoor beide beter af zijn op de langere termijn. Samen spelen met je tegenspeler. Elkaar iets gunnen. Dat is wat mij betreft het motto van de nieuwe economie. Nou, dit was het. Ik wens u echt een genoeglijke tijd de komende weken. En heel graag tot ziens in het nieuwe jaar. Dag hoor. God zij met u. En nu even op de rode knop drukken, zoals de Ignatino. De rode knop in het midden. Wacht maar schat, ik doe het zelf wel even. Ja, zoals de Ignatino is 98 en bijna blind. Dus dan krijg je dit soort dingen.